Donderdagavond was het vrijwilligersfeest van lokaal bestuur Mortsel in Zaal het Parkske. Elk jaar organiseert stad Mortsel een etentje voor haar vele vrijwilligers. En de opkomst was groot en de ambiance zat er al goed in. Hier een zaal vol met heel verschillende mensen die daar heel verschillende dingen doen, maar die allemaal wel gemeenschappelijk hebben dat ze zich inzetten, zomaar. Ze maken Mortsel beter, allemaal. Elk op hun manier, elk met zijn capaciteiten en zijn kwaliteiten en elk op zijn terrein. Er zijn buurtbewoners bij, er zijn mensen die met andere mensen rondrijden, mensen die andere mensen helpen met taal op een of andere manier. Dat hebben jullie allemaal met elkaar gemeen. En we organiseren dit vrijwilligersfeest natuurlijk in eerste plaats om jullie daarvoor hard te bedanken, maar vooral ook om het signaal te geven dat de moeite die jullie doen, dat wij die echt niet vanzelfsprekend vinden. Ja, als je kijkt, tegenwoordig, je kunt van alles doen, hè, met je vrije tijd. Het is heel gemakkelijk om je te engageren in de voetbalclub, om naar toneelvoorstellingen te gaan. Dus er zijn mogelijkheden, meer dan ooit tevoren. En toch kiezen jullie er allemaal voor om jullie vrije tijd, om die in te zetten voor andere mensen en om die in te zetten voor andere Mortselaars. En dat is echt niet vanzelfsprekend en echt fantastisch. En ik moet zeggen, ik ben van nature een optimistische mens, maar als je zo ziet wat er in Vlaanderen en in de wereld tegenwoordig aan het gebeuren is, ben ik redelijk pessimistisch tegenwoordig. We hebben een aantal, op ons Belgisch niveau, een aantal regering die maar niet tot stand komt. Met ministers die maar niet met elkaar overeenkomen om een aantal noodzakelijke dingen te doen. We hebben wereldleiders die soms echt half zot zijn en zotte uitspraken doen, leugens verkondigen. En we hebben een klimaat dat blijkbaar voor sommige mensen niet voldoende belangrijk is om dat te redden. Je zou van minder wanhopig worden. Maar dan zie ik dit en dan zie ik dat wij in Mortsel enkele honderden vrijwilligers hebben die elke dag, elke week, elke maand proberen het verschil te maken. Gewoon van mens tot mens, van straat tot straat, van buurt tot buurt. En dat is reden genoeg om toch terug het optimisme terug te vinden. Bedankt voor wat dat jullie allemaal doen voor ons, voor onze stad en voor de Mortselaars. Bedankt voor het hoopvolle signaal dat jullie geven door al jullie acties. En bedankt dat jullie allemaal samen zo'n groot verschil maken in onze stad. En vooral smakelijk eten.